Je ziet hier iemand die in een vangnet valt. Nou, daarom, we gaan het namelijk hebben over de sociale zekerheid in deze video. Namelijk, wat is het doel van de sociale zekerheid? Wat zijn sociale verzekeringen? Wat zijn sociale voorzieningen? En wat is de invloed van de vergrijzing op de sociale zekerheid? En als laatste nog gaan we het even kort hebben over wat marktwerking in de sociale zekerheid is. Als eerste, wat is nou het doel van de sociale zekerheid? Nou, het is als eerste natuurlijk iets wat geregeld wordt door de overheid. En het zorgt ervoor dat mensen een bestaanszekerheid hebben. Dus als je bijvoorbeeld werkloos wordt, dat je dan ook nog geld ontvangt, een uitkering om van te leven. Of als je met pensioen gaat, dat je dan nog AOW krijgt om van te leven. Dus het geeft je bestaanszekerheid dat je in ieder geval kan blijven uitgeven op het moment dat je geen inkomen hebt, om wat voor reden dan ook. En het zorgt voor een herverdeling van inkomens. Want over het algemeen gaat de sociale zekerheid natuurlijk vooral naar de mensen met een lager inkomen. En daardoor worden de verschillen in inkomens in Nederland dus kleiner. Sociale zekerheid bestaat uit sociale verzekeringen en uit sociale voorzieningen. We beginnen eerst even te kijken naar de sociale verzekeringen. Belangrijk om te onthouden is voor een verzekering, ook voor je scooterverzekering of voor je fietsverzekering, je reisverzekering, betaal je premie. Dus de sociale verzekeringen worden betaald uit premies. En in dit geval dus aan premies die aan de overheid worden betaald, aan de Belastingdienst. De werkenden betalen premies. En die worden dus gebruikt om die sociale verzekeringen van te betalen. Welke sociale verzekeringen heb je? Dat zijn twee groepen. Je hebt de werknemersverzekeringen, de naam zegt het al. Die is voor alle mensen die werken of hebben gewerkt, de werknemers. Dus werk je op dit moment of heb je gewerkt, dan heb je recht op die werknemersverzekeringen. En dat zijn onder andere de WW, de werkloosheidswet. Die beschermt je tegen inkomensverlies als je werkloos wordt. Niet door je eigen schuld. Je moet geen ontslag nemen, want dan krijg je geen WW. Maar als je bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, kom je in de WW terecht. En dat is dus die werknemersverzekering. En je hebt ook nog bijvoorbeeld de WIA, de wet inkomen en arbeidsvermogen. Die beschermt je tegen het verlies van inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dus als je bijvoorbeeld mentaal of lichamelijk niet in staat bent om te werken, kom je in die WIA terecht. Daarnaast, naast de werknemersverzekeringen, hebben we ook nog de volksverzekeringen. En de naam zegt het al, die gelden dus voor het hele volk. Dus daar hoef je niet voor gewerkt te hebben. Daar heeft iedereen in Nederland recht op. Bijvoorbeeld de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Dat is een uitkering die iedereen in Nederland krijgt als je een bepaalde leeftijd hebt behaald. Dus die wet beschermt mensen tegen inkomensverlies als gevolg van pensionering. Als je stopt met werken, ga je met pensioen, heb je geen inkomen meer, want je werkt niet meer. Dus dan zorgt die AOW nog in ieder geval voor inkomen. Dat zijn de verzekeringen. Werknemersverzekeringen, volksverzekeringen. Dan hebben we nog de voorzieningen. Die worden niet betaald uit premies, maar die worden betaald uit de belastingen. En die belastingen, dat kunnen zijn ook bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting die bedrijven betalen, de BTW. Als jij in de winkel een product koopt, betaal je de BTW over. Nou, een stukje van die BTW zou wel eens gebruikt kunnen worden om de sociale voorzieningen van te betalen. En de bijstand is een voorbeeld van een sociale voorziening in Nederland. Als je heel lang werkloos bent, kom je uiteindelijk in de bijstand terecht. Dat is wat ze noemen het absolute minimum in Nederland. En die bijstandsuitkering is 70% van het wettelijke minimumloon. En dat is dus een sociale voorziening. Nou, wat is nou de invloed van vergrijzing op die sociale zekerheid? Nou, wat houdt sowieso vergrijzing in? Nou, dat houdt in dat er meer ouderen zijn in verhouding tot jongeren. En dat komt onder andere doordat er babyboomers zijn. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn er opeens veel meer kinderen geboren, want er was weer een toekomst. Dus mensen gingen weer meer vrijen en kinderen produceren, om het even simpel te zeggen. En mensen worden ouder en daardoor is er in verhouding, als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, zijn er dus meer oudere mensen dan jongere mensen. En dat is dus die vergrijzing. En die heeft invloed op de sociale zekerheid. Want dat zorgt natuurlijk onder andere voor hogere kosten voor de AOW. Want er zijn meer mensen die AOW krijgen. En ook de zorgkosten gaan omhoog. Want oudere mensen hebben over het algemeen meer zorg nodig. Die liggen wat vaker in het ziekenhuis.
Dus die kosten lopen allemaal op. En dat maakt die sociale zekerheid wel op een gegeven moment onbetaalbaar als gevolg van die vergrijzing. Wat kan je dan voor oplossingen bedenken om die sociale zekerheid wel betaalbaar te houden? Nou, je zou de uitkeringen kunnen verlagen. Hè? Dus de AOW-uitkering of de WW-uitkering lager maken. Dan hoef je dus minder uit te geven en dan blijft die dus langer betaalbaar. Je kan ook pas op latere leeftijd recht hebben op een uitkering. Dat hebben ze dus gedaan bij de AOW. Die kreeg je eerst vanaf je 65ste. En dat is nu al verhoogd naar 66. En gaat waarschijnlijk ook nog naar 67 jaar. En ze kunnen natuurlijk strengere eisen stellen. Bijvoorbeeld voor die arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het zijn dat je minder snel in aanmerking komt voor zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat zorgt er dus allemaal voor dat ze dus minder geld hoeven uit te geven, de overheid. En dat daardoor dus die sociale zekerheid betaalbaar blijft, ondanks die vergrijzing. Als laatste marktwerking, wat houdt dat in? Dat houdt in dat je voor een deel jezelf moet verzekeren bij een bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, in plaats van dat de overheid het voor je regelt. Dus je moet via de markt, via een bedrijf wat geld wil verdienen, wat winst wil maken, moet je zelf verzekeringen afsluiten om je risico tegen inkomensverlies in te dekken. En dat noem je dus marktwerking. Tot zover deze uitleg over de sociale zekerheid. Ik hoop dat het duidelijk is. Volg me op Instagram, @hulpbijeconomie, voor de laatste tips en tricks. En top dat je dit gekeken hebt. En een goede dag verder. Doei!